Zaterdag 5 juni 2021, aanvang 8 uur 's avonds, bekerfinale vrouwen in Almere. Veel te laat voor jonge meiden die van voetbal houden. Jammer, KNVB. Er waren daarom vooral veel ouderen op de tribune met uit Den Haag de bekende vlaggen. De wedstrijd werd geleid door een prima arbitraal trio. Dat, zoals in onze voorbeschouwing werd aangekondigd, de ADO-vrouwen de beker wilden hebben, was duidelijk. Ze begonnen sterk en waren de bovenliggende partij. Toen Nadja Kola hens maakte in het strafschopgebied, leek het een zekerheidje voor Gwyneth Hendricks. Dat dacht iedereen met een ADO-hart. Maar van Veenendaal werd het niet te moeilijk gemaakt en het bleef 0-0. En dat gaf PSV moed en Joelle Smits, wie anders, maakte in de 37e minuut een doelpunt voor PSV. Ondanks het overwicht van ADO-vrouwen bleef de stand tot de rust 0-1. Maar de ADO-vrouwen kwamen goed uit de kleedkamer en wisten het overwicht te houden. Dat resulteerde helaas niet in een treffer. Na alle strijd en passie ten spijt bleef de 0-1 op het bord staan. En had PSV eindelijk de prijs die het zo nodig had. En wel moest winnen, volgens PSV-trainer Rick de Roy. Na afloop spraken wij met de naar Ajax vertrekkende Nadine Noordam, met Gwyneth Hendricks en Sjaak Polak. Nadine, je krijgt niet altijd wat je toekomt. Nee, het doet pijn. Ik denk dat er maar één team vandaag verdiend had om te winnen en dat waren wij. We waren de betere ploeg. Je moet jezelf belonen. Je krijgt een aantal mogelijkheden en kansen. Ja, dan moet je er één maken. Waar ging het dan mis? Uiteraard bij die strafschop, want dan kan je op 1-0 voorkomen. Maar desondanks heb je daarna ook nog zat mogelijkheden, schuinstreep kansen gehad. Ja, en ik denk dat het ook wel een beetje tekenend is voor dit seizoen. We zijn in de afgelopen weken hebben we gewoon hele goede wedstrijden gespeeld. En zijn we ook vaak de betere partij geweest. Maar je beloont jezelf niet. En uiteindelijk gaat het daarom. Je moet er een bal in leggen, wil je winnen. Ja, en dat hebben we gewoon niet gedaan. En dat is echt heel erg zonde, want ja, ik ben super trots op het team hoe we het hebben gedaan. We hebben voor iedere meter gewoon gevochten en we hadden het gewoon verdiend. Maar ja, je moet jezelf belonen. Ja. Het was voor jou de laatste wedstrijd in dienst bij Adelaar. Hoe kijk je nou terug op die hele periode? Ja, ik ben super trots. Ik heb het groen geel altijd echt met heel veel passie en liefde gedragen. En ADO zal altijd speciaal voor mij blijven. En ik ben de club ontzettend dankbaar dat ik ervoor heb uit mogen komen. Ja. De laatste keer dat jullie tegen PSV speelden was een 6-2 nederlaag. Ja. Maar wat dat betreft, als je het vanavond ziet, dan waren jullie gewoon, en je zegt net terecht al zelf, de bovenliggende partij. Hoe frustrerend is het dan dat je uiteindelijk toch aan het kortste eind trekt? Ja, het is heel frustrerend en ja, ook gewoon een teleurstelling. We wilden zo graag deze prijs pakken. Want hoe vaak sta je als ADO zijn in een bekerfinale en hoe vaak kan je een prijs pakken? Ja, en dan is het gewoon super zuur dat het niet lukt. En we hadden het zeker verdiend vandaag. Maar goed, als jullie prestatie vanavond ziet, dan kan je gewoon trots zijn op je teammaten en de hele begeleiding eromheen. Ja. Wat dat betreft valt jullie niks te verwijten. Nee, het enige wat je dus jezelf kan verwijten is dat je niet de bal erin schiet. Maar we kunnen gewoon super trots zijn. Heel het seizoen eigenlijk hebben we het gewoon heel goed gedaan. Je hebt de play-offs gehaald, je hebt de bekerfinale gehaald. Ja, weet je, het enige wat je nog meer had gewild is een prijs. Maar verder kan je gewoon super trots zijn. Ja. Het had een toetsje moeten worden, dat is het geworden. Alleen wat ontbrak was de slagroom. Ja. En bedankt en succes bij je nieuwe club. Ja, dankjewel. Gwyneth, je speelde een dijk van een wedstrijd. Ja. Alleen die 17e minuut zou je altijd bijblijven, denk ik. Ik denk dat deze nog wel even na shirtje. Uiteraard kan je altijd een strafschop missen, maar hoe vervelend is het dan dat je juist op dit moment zo'n strafschop mist? Nou ja, ik heb een heel seizoen geen strafschop gemist en als je hem dan nu mist is extra zuur, maar ja, dus komt aan. Was je een twijfel in je aanloop of niet? Nee, ja. Kijk, ik moet ook dan verantwoordelijkheid pakken en ik weet dat ik erachter moet staan. En je kan hem missen en dat is helaas had ik hem liever in de competitie een keer gemist dan nu. Ja. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Want qua voetbal en qua kansen waren je gewoon de bovenliggende partij. Ik vind dat wij 90 minuten of 90 plus 5 overheerst hebben. En dan is het jammer dat je weer, wat een beetje misschien kenmerkend voor het seizoen is, dat je heel goed voetbal laat zien, alleen zonder resultaat eindigen. Ik denk dat PSV niet verwacht had dat ze zo'n dergelijk aderdaag tegenover ze zou krijgen. Nee, ja, nou, ik hoop dat ze dat wel verwachten, want we zijn geen makkelijke ploeg. We hebben goed voetbal en je loopt niet even over ons heen. Dan breekt de rust aan, dan zijn we met 1-0 achter. Wat geeft Sjaakje jullie mee in de rust?
dat we hem nog steeds gaan pakken. En dat was ook het gevoel in de groep. Dit was onze finale en zo voelde het ook echt. En volgens mij hebben wij dat ook verdiend. Alleen ja, helaas staan we zonder prijs. Gisteren bij de persconferentie, toen zat je achter de tafel van ik durf niet aan te raken. Nee, nu denk ik, had ik hem aangeraakt, nee. Maar jij hebt hem nog steeds niet aangeraakt, heb ik al. Nog steeds niet, dus die wacht nog even op. Ja. In de tweede helft ga je op zoek naar die gelijkmaker. Ja. Je krijgt weer wat kansen, goede mogelijkheden op een gegeven moment. Ja, dan moet het even meezitten, want dat ontbreekt ook een beetje aan. Een stukje geluk. Hij moet ook goed vallen en een paar keer valt hij net niet of houdt ze me net uit. Maar ik ben super trots op de ploeg en het geluk zat in de laatste keer. Nou, wat dat betreft, qua werklust, qua spel, kun je jezelf niks verwijten? Nee, ik vind dat we het heel goed hebben gedaan. Je overheerst gewoon tegen een topploeg en dat vind ik alleen maar klasse van de ploeg. Hoe kijk je nu terug op dit seizoen? Dubbel nu, maar ook weer heel goed. Ik denk dat ADO, ik heb het heel koud, ADO heel veel goede stappen heeft gemaakt en dat we volgend jaar dit gewoon door gaan zetten. En ik ben heel blij dat ik heb getekend voor deze club en volgens mij hebben we nu wat nog te goed volgend jaar. Tot slot, jullie hebben een jong team waar nog steeds progressie in zit en dat hebben jullie ook getoond dit seizoen en ook nu vanavond nog een keer. Ja, en ik denk dat we dat volgend seizoen gewoon weer door gaan zetten en kijk maar uit voor ADO volgend jaar. Sjaak, ongelooflijk gepresteerd vanavond qua voetbal. Ja. Daar kan je ploeg niks over verwijten. Wat is dan voor jou de doorslaggevende factor vanavond dat het toch niet lukt, denk jij? Nou, die ene kans die ze krijgen, die ze maken. Qua voetbal ben je gewoon de bovenliggende partij. Ja. En je beloont je al en jezelf niet. Ja, ik kan niet heel verhaal ophouden, maar als je zo goed speelt en je staat met lege handen, doet dat zeer, weet je. En nogmaals, wij weten dat PSV Joelle Smits heeft. Ja, dat is gewoon een fenomeen, dat weten we van tevoren. En ze krijgt één kans en dit is raak. Nou ja, oké, accepteren. En nogmaals, mijn ploeg valt niks te verwijten. Helemaal niks. Maar je moet jezelf wel belonen. Maar goed, ook dat doen ze niet expres. Dus ik ben gewoon nog steeds trots. Ondanks die gemiste strafschop vlak daarna kreeg je toch weer mogelijkheden, kansen. Ja. Het leek wel of je ploeg totaal niet aangeslagen was op dat moment. Nee, maar dat had ik ook niet verwacht. Want ik heb ook tegen mijn ploeg gezegd. De grootste spelers in de wereld hebben wel eens een penalty gemist. Op een groot toernooi. Maar dan moet je door. En dat hebben ze gedaan. Dus ze hebben alles gegeven wat ze konden doen. En daarom zeg ik ook, je kan wel opgeven, maar dat hebben ze niet gedaan. Dus dat is mooi. Dan ga je met 1-0 de rust in. Tweede helft moet je op zoek naar die gelijkmaker. Je hebt er alles aan gedaan. Ja. Heb je toch nog bij jezelf getwijfeld, bijvoorbeeld om Aline Kossa naast Jeannette van Belle in het centrum te zetten? Ja, we hebben wel gekeken naar wat mogelijkheden, maar we hebben iets anders besloten met mijn mensen. We hebben ernaar gekeken. Dat pakt er nog aardig uit. Alleen je moet net het geluk hebben, hè? Want we schoten ook nog een keer op goal, die werd aangeraakt. Die gaat dan net voor langs cornerbal. Nou, dan zag ik nog een klein hensballetje. Moet je ook nog geluk hebben dat je hem op de stip krijgt. Uit gebeurde het wel, maar dan tegen. Maar hier niet. Maar weet je, we kunnen iedereen de schuld geven. Maar we hebben gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Dus... Tot slot, hoe kijk je nu terug op dat hele seizoen met de bekerfinale? Oh man, zo zwaar. Is gewoon kapot, weet je. En nu is het gewoon proberen heel te blijven met z'n allen. En van daaruit weer zorgen dat er rust is. Iedereen die gaat dadelijk weer een paar dagen ertussenuit. Even geen voetbal. En dan hoop ik dat iedereen weer... gezond en wel is. Bedankt voor een leuk seizoen. Jullie ook. En alles wat rest is een badjas en een mini-replica van de beker als aandenken voor later.